Goedenavond allemaal, of middag allemaal, wat het ook mag zijn. Nou, we gaan vandaag weer verder met kaarten maken. Daar ga ik even wat borduren, want ik ben niet veel gegaan met kaarten. Ik ben nu eerst mijn blogs en mijn website, mijn Facebook bijwerken. Maar we gaan vandaag wat uit dit boek borduren. Het is een heel leuk boek, er staan heel veel patronen in. Ruim 400 patronen. Nou, wij gaan vandaag de Batenberg cake maken. En daar hebben we deze mal voor nodig. En deze kleur. En wel een naaldje pakken. We gaan eerst maar alles met die kleur doen. Zo, knopje erin leggen. En dan gaan we even een stukje borduren met jullie. En dan ga ik morgen weer een stukje met jullie borduren. En maandag ook. Want ik heb nog heel veel, moet mijn hele blog nog even bijwerken. Daar ben ik nu mee bezig. En ik ben bezig met mijn kaarten op de Facebook te zetten en zo. Maar dat komt allemaal wel goed hoor. Maak me niet druk om. Zo. Moet ik even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dus ik moet even zo tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ja. Ik heb 18 nodig, ik hou één rijtje over, dus ik aan die ene kant. En dan 13, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, opschrijven. Kijk, ik heb nog een potlood. 28. Min 13 is 3, 8, 7, 5. Dan hou ik 15 over. Dan moet ik verdelen door 2. Oké. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Vijf en tien. Kijk, dat is 15. Doe ik eerst 10. 10 is 5. 5 en dan 5 hou ik. Is 5. Is 8. Bovenkant 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. En dan moet ik even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, kijk als het lukt hoor. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1 is 9. Twee. Drie. Eén, twee, drie, vier, vijf. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Acht. En één is negen. En dan moet ik 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan moet ik hem helemaal tot het einde beduren. Zo. Dan is hij bijna klaar. Ja, je staat nog aan. Zo. Deze rij is ook bijna klaar. En dan gaan we weer terug. Zo. Ik heb vanmorgen even lekker gelopen, even naar de winkel, voor rustig aangedaan. Ben ik vanmiddag even naar de stad gelopen, op mijn gemak. Dat ging ook goed. Alleen mijn hartslag was weer een beetje te hoog.
En ja, het is nog, duurt nog, kan nog lang duren. En ik merk ook wel dat het ietsje beter gaat. Zo. Dus vandaag even rustig op de computer gezeten. Straks weer even op de computer verder mijn lijsten afmaken. En dan morgen gaan we weer lopen. Ik hoop dat het een beetje droog weer blijft. Dat ik lekker kan lopen. Beetje in de buurt wil ik gaan lopen. En dan morgenmiddag nog een rondje, dat ik in ieder geval 2 rondjes heb gelopen. Ik ga het niet in 1 keer lopen. Ik probeer het wel af en toe, maar ik heb er nu geen fut voor. Dus dan doen we het ook niet. Zo. Dat is 3, dan 1, 2, 3, weer 3. 1, 2, 3. En ook weer helemaal naar het einde. Nee, ik ga lekker rustig aan doen. Straks even lekker douchen. Even een warme douche pakken. Ik heb het koud. Straks even eten. Wat licht. Ik weet niet wat. Maar we kijken wel even wat ik heb. Vanmorgen heb ik wat lekkers gehaald. Dan eten we shawarma met brood. En dan volgende keer, ja, misschien dat ik volgende week wat chili con carne ga maken hoor. Lijkt me ook lekker. Dat ik dat ga doen. Maar deze kan ik gewoon in de hapjespan doen. Hoef ik niet in de slow cooker te doen. Doen we lekker morgen. En dan kunnen we morgen voetbal kijken. Nou, allemaal leuke dingen gaan we doen morgen. Maar ik heb het nou stervens koud, dus ik heb lekker mijn dikke trui aangetrokken. Mijn huistrui. Lekker warm. Zo. Oh, mijn blaadjes vallen op de grond. Maar hier maken we weer een leuke kaartje mee. Die hoeft niet vandaag gelijk af. Dat gaat ook vandaag niet gebeuren. Morgen ook niet. Dus ik doe er even wat langer over dit keer. Zo. Even deze rij afmaken. Nou, dinsdag weer naar de kapper. Wordt mijn haar weer lekker kort. Dinsdag weer naar de hobbyclubje. Kijken wat we daar doen. Daar ga ik sowieso wel weer een kaartje beduren. Als we niks gaan doen. Maar dat horen we dinsdag wel wat we gaan doen. Maar in ieder geval, we zijn lekker bezig met dit zomerse weer, wat ze zeggen. Nou, zomer. Het moet nog zomer worden. Zeg maar herfst weer.
Zo. Even kijken waar ik nou ben hoor. Ik heb er nu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, nog één rijtje. Moet ik helemaal naar het einde? Zo. Nou, als dit rijtje klaar is, gaan we stoppen. Dan hebben we het wel weer gehad. Gaan we morgen weer verder waar we zijn gebleven. Waar we vandaag eindigen. Zo. Kan ik morgen misschien dat draadje afmaken en dan morgen met het roze, dit stukje roze beginnen. En die. Zo, gaan we even lekker terug. Zo, we komen al op het einde. Zo. Zo, hij is bijna klaar, die rij. Zo, nu ga ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 naar beneden. Twee. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. Eén,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik weet niet hoe ver ik kom. Vijf. Zes. Zeven. Acht. Negen. Twee, vier, zes, acht, tien, elf, Zo, mijn draadje is op. Dus we kunnen morgen weer verder met een nieuw draadje. Zo, nou, ik ben tot zover gekomen. Morgen gaan we verder. Morgen gaan we in ieder geval verder met deze. Ik wens jullie allemaal een fijne avond. En veel plezier bij het voetbal. Wat jullie misschien gaan kijken. Nou, ik ga straks weer verder met mijn website afmaken. Teksten bewerken. En verder zien we het wel. Morgen gaan we in ieder geval verder met deze cake. En daarna moeten we even die twee nog doen. Moet ik even kijken op welke maat ik die moet doen. En deze tiramisu gaan we doen. Maar deze drie komen eerst. Voordat we met de nieuwe bladzijde gaan beginnen. Nou, ik zie dat mijn boek kleeft. Ik moet mijn boek even schoonmaken. Heb ik hier nog billendoekjes? Ja. Ik doe gewoon even met een billendoekje eroverheen. Zo. Maar de billendoek is niet goed voor zijn. Zo, nou laten drogen. Ik wens jullie allemaal een fijne avond. En veel plezier bij het voetbal. En tot morgen.